Vandaag is de ontvangst van de nieuwe studenten in de aula van de TU Delft. Hier begint een nieuwe fase in hun leven. Mijn eerste maanden in Delft waren intens. Voor het eerst alleen op kamers wonen, voor mezelf zorgen, nieuwe vrienden maken en dan ook nog studeren. Al gauw kwam ik erachter dat ik daar niet alleen in stond. Er zijn altijd medestudenten die je willen helpen en met wie je samen dingen kan gaan doen. Goedemorgen, wij zitten hier bij Alexander Lokhorst, Liaison Community Relations van de TU Delft. En wat zijn jouw verantwoordelijkheden? Nou, ik ben onder andere verantwoordelijk voor de OW, de ontvangstweek, voor de bachelorstudenten, die dus gisteren is aangevangen. En ik ben ook verantwoordelijk zeg maar, voor de verbindingen tussen de stad Delft, de studentenpopulatie en de TU Delft. En hoe verloopt het tot zover? Waar ben je het meest trots op? Ja, het meest trots. Nou ja, goed, je hoort ze al zingen achter. De deelnemers die natuurlijk nu meedoen aan een fantastisch programma. Om elkaar te ontdekken, om de stad te ontdekken. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, en eigenlijk het programma wat is neergezet door het OW-bestuur en de collega's van IP. Dat is het Introduction Program voor de masterstudenten. Dus er is heel veel samengewerkt om daar echt een mooi inclusief programma voor te maken. Ja. Hoeveel studenten komen er dit jaar in Delft? Nou, we zitten nu qua deelnemers ongeveer op 2860 deelnemers voor wat betreft de OW, voor de bachelorstudenten. En om en erbij op de 800, meen ik, masterstudenten die dus het Introduction Program volgen. Wat is je in de voorbereiding tegengevallen? Nou, we hebben wel een uitdaging gehad met zeg maar, het verplaatsen van deze activiteiten. Hè. We zijn natuurlijk omwille van de overlast in de stad. Die zo wordt ervaren, zijn we dus eigenlijk een week naar voren verschoven. En de uitdaging zat hem eigenlijk in het feit om eerstejaars weekenden te verplaatsen. Dus geen verantwoordelijkheid van mij persoonlijk, maar wel van de TU aan zich. Dus daar zat natuurlijk wel een uitdaging. En je zit natuurlijk ook met internationale studenten die vanuit de hele wereld naar Delft komen. Ja, die moeten wel op tijd hun huis zien te regelen, hun woningen, onderkomen zien te regelen. Ja, en dat zie je nu toch een beetje in die cijfers terugkomen, dat waar we normaliter toch 3300 of misschien wel 3500 bachelorstudenten verwachten, zitten we daar natuurlijk best wel veel onder. En datzelfde geldt voor het Introduction Program voor de Masters. Het is niet helemaal het aantal wat we gehoopt hadden. En waar de uitdaging dan ook echt in zit, is natuurlijk is de beeldvorming van zo'n introductieperiode vaak feestgedruis en dergelijke, maar er zit ook heel veel belangrijke boodschappen in, over sociaal gewenst gedrag, wat we natuurlijk ook pluggen. Dus je wil ze ingrediënten meegeven die je nu niet op dit moment aan iedereen kan meegeven. Studentenhuizen kunnen zich aanmelden om aankomende studenten te huisvesten in hun studentenhuis. Dat verschilt van één... Als een soort van gast. Als een soort gast gedurende de week. Waar ze dus, ze ontbijten bij ons, dus het gaat alleen over het slapen en soms hebben ze nog een activiteit met huis. Maar waar je ziet dat we vorig jaar tot echt honderden huizen hadden, loopt dat nu tegen. Het zijn er 91 om precies te zijn. Ja. We hebben gisteren het schietdiner gehad. Ja, daar waren we bij ook. Hè? Ja, wat vond je er zelf van? Geweldig. Eén brok energie, geweldig. Goed georganiseerd, ik had het idee. Mooi die 50 verenigingen die langskwamen. Dus ja, zijn er nog gekke dingen gebeurd? Nee, wij hebben dat ook zo ervaren. En vanmorgen is dat ook inderdaad bevestigd door alle partijen dat het gewoon echt heel positief was. Veel bewoners die natuurlijk ook zelf voor hun eigen deur gezellig onder het genot van een hapje en een drankje dat ook genieten. Of hebben meegebarbecued. Ja, die barbecue. Of ook hebben mee. Die barbecue ermee, ja. Exact, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Ja. Ook voor het eerst dat we dat eigenlijk op die manier doen. Dat hebben we afgesloten natuurlijk met het openingsfeest gisteravond. Heel succesvol, hele vrolijke, positieve sfeer. Daar zijn we ook echt heel trots op. Ja, het is gewoon best wel professioneel opgezet. Juist in deze vormende periode voor jullie, waarin er zoveel nieuws is en waarin je zoveel nieuwe mensen ontmoet, kan het ook kwetsbaar en eenzaam zijn. Mensen kunnen dingen doen waar je je ongemakkelijk bij voelt. Of ronduit grensoverschrijdend. Dat kan iemand zijn in je groep, dat kan iemand zijn in de stad, maar dat kan ook iemand zijn hier op de TU Delft. Voor ons is dat onaanvaardbaar. Wij zijn daar buitengewoon helder in. En wij zijn dan ook heel erg verheugd dat 40 van onze Delftse studieverenigingen, studentenorganisaties, hebben toegezegd grensoverschrijdend gedrag structureel aan te pakken. Zij stellen daarvoor protocollen op
en stellen vertrouwenspersonen in. Een belangrijke stap in de goede richting. Het is relevant dat als je zoiets ziet gebeuren, dat je weet wat je moet doen en naar wie je toe kan. Wij hebben studentenadviseurs, ombudsfunctionarissen en vertrouwenspersonen. Zij kunnen een luisterend oor zijn voor het geval dat aan de orde is. Belangrijk ook is respect naar de inwoners van Delft. 110.000 inwoners van deze prachtige historische studentenstad met zo'n mooie historie. Heb aandacht voor de mensen om je heen. Let op je buren, ook als je 's avonds een geweldig feest hebt. Weet dat er ook weer mensen zijn die 's morgens vroeg aan het werk moeten, net zoals jullie dat later zullen doen. Ik wil afronden met jullie een geweldige week toe te wensen. Een hele mooie studie. TU Delft werkt aan Better Impact for Better Society. En jullie gaan daaraan bijdragen, samen met de mensen die werken aan de Haagse Hogeschool en in Holland. Heel veel dank en een hele mooie week toegewenst. Dank je wel.